We staan in de dokterskamer hier in het ADO Den Haag stadion. Waar sporters die problemen hebben op het veld behandeld worden. Wat doen jullie hier precies? Nou ja, de allereerste plaats is sporters, dat gebeurt. Maar we zijn er ook met name eigenlijk voor het publiek. Wat kunnen jullie hier allemaal doen voordat iemand die wat mankeert echt naar het ziekenhuis moet? Ja, dit is dus, het ziet eruit zoals je ziet met de nodige EHBO-spullen, wat je ook op een eenvoudige EHBO zou zien. We hebben een goede tafel waar we mensen op kunnen behandelen. Dan denken we in de eerste instantie eigenlijk dingen hechten. Dus als je iets snee boven het, in je gezicht of wat ook. Dat soort dingen wat natuurlijk toch wel voorkomt. Maar voornamelijk is het idee dat we hier zijn als backing voor eventueel met spelers als er wat is. En de hele voorziening is eigenlijk meer bedoeld voor alle toeschouwers. Onze taak is het verzorgen van het publiek. Maar wij zijn met een redelijke groep ook sportmasseur. Dus we masseren ook scheidsrechters, tapen, bandageren. Alles wat gebeuren moet eigenlijk. Nou ja, we proberen altijd één van ons ook bij het veld. Dus zowel bij Greenfields als daar gespeeld wordt en hier. Zodat als er echt iets ernstigs gebeurt, dat we ook onmiddellijk EHBO en bijstand kunnen verrichten. Eventueel mensen ook hier in de behandelkamer kunnen helpen. Of als dat echt nodig is, regelen dat ze worden afgevoerd richting Bronovo. Dus er is een Maleisiër die een voet tegen zijn hoofd kreeg. Nou ja, die hebben we daar natuurlijk, dat kan je als teamarts niet alleen af op dat moment. Dus daar zijn we dan als de kippen bij om daar hulp bij te verlenen. U bent zelf ook hockeyer geweest. Het WK in 73 in Amstelveen speelde u. 73 was voor mij mijn finest moment als het om hockey gaat. Want het was net zoals nu, was het in Nederland, in Amstelveen, in het Wagenerstadion. Het was de eerste keer dat het wereldkampioenschap in Nederland georganiseerd werd. En wat toch een hele happening was. Eigenlijk een van de eerste keren dat het ook groter in de belangstelling kwam en veel aandacht kreeg. En de eerste keer dat Nederland ook wereldkampioen geworden is. En wat weet u nog van dat WK? Het was de laatste Interland in het Wagenerstadion op gewoon gras. Dus als je daar beelden van ziet, dan zie je de kluiten aarde zie je om je oren vliegen. En was het toch een ander soort hockey. Misschien minder clean dan nu. Nog meer strijd in de zin van ook opportunisme. En je kansen zien te grijpen. Maar ja, en dat zo'n vol Wagener stadion, dat was toch wel uniek. Dat toen voor het eerst zo zich voordeed.